In de vele interviews die we de afgelopen dagen hebben gedaan over 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, hebben we gezien dat vooral coalitieparlementariërs stellen dat een NDP-regering of een regering met een NDP-signatuur in de afgelopen 47 jaar toch voor heel veel ellende, voor heel veel armoede hebben gezorgd. We legden dit voor aan parlementariër Melvin Bouva. Bouva die reageerde er als volgt hierop en we spraken met hem verder over hoe verder met Suriname 47 jaar verder. Dan moet ik daarvan natuurlijk lachen en me afvragen hoe serieus het kan nemen. En wie dat, heeft meneer Jogi dat gezegd? Nee, ik heb met verschillende gesproken. Ik denk dat het van mensen kan komen met een zeer beperkte kijk op zaken. Als je in de loop van de geschiedenis kijkt, weet je dat de NDP een behoorlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het land. Eigenlijk moet je zeggen, elke partij, dat wel combinatie die regeerverantwoordelijkheid heeft gehad, heeft enigszins wat betekend. Maar dan nog, als je op de balans zou moeten zetten, wat de Nationale Democratische Partij heeft betekend qua ontwikkeling, denk ik dat het voor zich spreekt dat qua ontwikkelingsprojecten, qua een aantal concrete ontwikkelingsvisies voor het land, er een aantal zaken zijn gedaan voor de samenleving. Ik denk dat elke partij wat dat betreft heeft geprobeerd een bescheiden bijdrage te leveren. Ook in elke organisatie met elke partij die regeerverantwoordelijkheid heeft gehad, je ziet ook de mamik want to foto ook toe. En daar moeten we natuurlijk van leren. Maar de track record van de NDP is er één geweest om vooral op basis van een visie en een ideologie dat Suriname ontwikkeld moet worden voor en door alle Surinamers. Eén welke als zeg maar streven heeft een vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde, vernieuwing van de educatieve orde, vernieuwing van de economische orde. Ja? Recentelijk ook toegevoegd milieu. Zijn allemaal zaken die gebaseerd zijn geweest om te kijken naar wat je om je heen ziet. We hebben twee bruggen, we hebben staatsolie, we hebben SZF, we hebben grote huisvestingsprojecten van Hanaslus tot aan Richelieu, tot aan Paramaribo Noord, waar de mensen van ABOP nu bezig zijn te vechten en bezig zijn dat verder te verkavelen. Dat zijn allemaal ingegeven vanuit dat gedachtegoed. Dus geen enkele partij, niet de oude politiek, niet het Nieuw Front, niet de VHP, kan daaraan tippen. Als je kijkt naar de staatsbedrijven, als je kijkt naar steeds de eenheid die is gewaarborgd in de tijd waar de NDP, een multi-etnische, multiculturele, multireligieuze partij, aan het bewind is geweest. Dat is een belangrijk ingrediënt voor Sita Kondre, voor Jip Sita Kondre, voor je ontwikkeling kon. En daar waar er steken zijn gevallen, dat zullen wij als land en als partij moeten leren. Maar ik maak de balans op. En de balans is dat de NDP positief is geweest voor de ontwikkeling van Suriname. Zijn wij als volk te gescheiden, heer Bouva, om nog voor ontwikkeling te zorgen? Soms wil je dat denken, want alleen die vraagstelling welke te maken heeft met welke partij nou wel of niet vanaf de onafhankelijkheid voor ontwikkeling heeft gezorgd, is daar één die mogelijk voor wat scheidslijnen kan zorgen. Want dan krijg je vingerwijzen wat je hebt gedaan en wat oude politiek heeft gedaan, wat NPS niet heeft gedaan, die is naar dat. Dat zijpelt door naar die samenleving. Ik heb het lid Jogi onder andere zo net ook om die reden terecht gewezen. Dat je met een lelijk gezicht 100 gram make-up kan nemen om je verleden mooi te maken. Maar je gezicht is en blijft lelijk. Je kan het niet mooi, je kan het niet lelijk maken. En feit visitaan lixade. En dat is een boodschap, sommigen noemen het een flinke boodschap. Die hij, maar ook anderen die zich hieraan schuldig maken, moeten meenemen. We hebben een gemeenschappelijke, gedeelde verantwoordelijkheid voor Sita Kondre. Op een bepaald moment heb je een partij of een groep van partijen die regeerverantwoordelijkheid hebben. Dan moet je doen wat je hebt gezegd. Dan moet je uitvoeren wat noodzakelijk is, niet voor jou
de vrienden en de familie en de partijgenoten om je heen, maar voor die samenleving, stad, district en vooral ook binnenland. En wanneer dat ontbreekt en je daar de kritische nood voor krijgt of mensen op straat krijgt, dan is dat een signaal dat iedereen aan elkaar boto. Maar dat moet niet een reden zijn dat ons voet om verder van elkaar af te drijven. Want geloof me, dat gaat ons verder van huis brengen. Want ik ben ervan overtuigd dat in alle partijen, vanuit alle geledingen van die samenleving, vakbeweging, bedrijfsleven, ik heb laatst nog een jonge Surinaamse vrouw hier gehad. Ik kan het zeggen, de voorzitter, de directeur van VSB. Als je naar haar luistert, als je de visie ten aanzien van de ontwikkeling van het bedrijfsleven en van het ondernemingsklimaat, als je dat meeneemt, denk ik dat het een bijzonder uitgesneden kandidaat zou zijn om een bijdrage te leveren op het ministerie van Economische Zaken. Maar we kennen dat niet als lid van de partij. Dus alle prejabisme die een bijdrage kunnen leveren op het hoogste niveau. En meneer Bouters heeft het geprobeerd om een politieke mens te benoemen. Soms werkt dat, soms niet. Maar we moeten wel beseffen dat we een gedeelde gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Voor zit dat mooi konderen. Dat is gewoon onze boodschap. Maar iedereen begrijpt dat. Er is veel vijandigheid, er is veel vingerwijzen. Gisteren hebben we hier gehad een lid Wang, die gewoon het goed vindt om op te staan en te zeggen, ja, een van de 16 leden van de fractie van de NNB heeft terrein in Tawayari, hij heeft het dichtgehouden, hij heeft de sleutel van de poort, zodat er geen ontwikkeling kan komen. Maar hij heeft zo'n braksel vandaag moeten inslikken. Op mij aangeven, onder andere bij punt van orde, dat niet de wijze waarop we anno 2022 politiek moeten voeren. Van vingerwijzen en maar verwijten maken. Terwijl we noodzakelijke dingen te bespreken. We kijken de koers, welke vandaag naar 32 gaat. Kijk om je heen en zie de armoede, welke wijd verbreidt en steeds meer mensen sleurt en naar beneden trekt. Kijk de prijzen van het dagelijkse leven behoefte. Nee, ik word ook wel een lolo, Sani. Nee, we moeten een andere manier van politiek voering aan de dag leggen. Ik ben voorstander om die hele politieke cultuur te veranderen. Laten we bij 47 jaar onafhankelijkheid. Praten niet alleen, nadenken niet alleen, maar de eerste stappen zetten voor kenka politieke cultuur in Akondra, want dat zijpelt door naar de achterban van partijen, als je kijkt ook met allerlei fake accounts op Facebook, dat zijpelt door naar structuren van partijen, dat zijpelt door naar mensen die het misbruiken om ons af te houden van de purpose, de realiteit. En het volkslied geeft ons opdracht. Eigenlijk, iedereen die een verantwoordelijkheid heeft, als je leerkracht bent op school, als je politieman bent, in het korps brandweer, of je een ambtenaar, of je een ondernemer, of je een parlementariër, of je een minister, of je een president, geeft het volkslied ons opdrachten. Wans op het atam, kom op, we moeten zitten onder de boom. Strijd is strijd, we zijn vrede. We moeten eigenlijk ons heel leven tot onze dood. Heri libitena dede. We moesten die kondre boom. Dat is een opdracht die het volkslied ons geeft. Als je kijkt naar de kleuren van de vlag, dan geeft dat ook een boodschap. Die vijfpuntige ster. Die gouden toekomst in de kleur van de ster. Liefde welke we moeten hebben vanuit de rode kleur. Vruchtbaarheid in de groene kleur. Dat we moeten gebruiken om onder andere de vruchtbaarheid van Suriname letterlijk en figuurlijk tot zijn volle wasdom te brengen. Nou, boskopo zeg je. Gerechtigheid en vrede in de witte kleur. Ik doe een beroep en dan ga ik terug in mijn andere rol als niet alleen parlementariër, maar voorzitter van de organisatie Trotse Surinamer, waar we jaarlijks een project doen naar de scholen toe om die boodschap te brengen van onze symbolen, vlag, volkslied, zeg maar ons wapen. Laten leiders ook de verantwoordelijkheid nemen zoals ik dat nu ook doe, om dat met die samenleving te delen. Dat is vanaf de toekomst ingewikkeld. Waar we ook staan, de boodschap ligt in ons volkslied, de boodschap ligt in onze vlag. En de boodschap ligt op het wapen van Suriname. De boodschap ligt daar, heer Bouva. Maar hoe zit het met vertrouwen? Vertrouwen nu 47 jaar verder in de politiek en in politici? Ja, ik denk dat, en dan vind ik het jammer om te zeggen,
En het doet me ook wat als lid van het hoogste college van staat, het parlement. Een onderdeel van de politiek. Dat het vertrouwen op basis van wat wij ervan hebben gemaakt. En voornamelijk op basis van de hoge verwachtingen die de politiek heeft geschapen bij de verkiezing van 2020. Heeft gemaakt dat het zijn diepte, absolute dieptepunt heeft bereikt. Men heeft zoveel hoop, zoveel belofte, zoveel vertrouwen ingepompt. En de teleurstelling daartegenover is ongekend. Dat ik wel verwacht dat de opkomst van de verkiezingen van 2025, we hopen het wel goed, maar realistisch gezien, niet hoopgevend zal zijn. Als wij tussen nu en dan niet een zichtbare verandering van de politiek voeren en daarmee een politieke cultuur aan de dag leggen, dan hadden ze een dieptepunt wel bereiken. Maar het vertrouwen is danig geschaad en bij dit kruispunt van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid wil ik die samenleving oproepen om die teleurstelling om te zetten in een kritische houding naar politici toe. Dat ze doen wat ze zeggen. Een kritische houding dat ze zich richten op de eerste plaats naar de ontwikkeling van het land. En dat ze zich natuurlijk van hun beste zijde laten zien wanneer ze die verantwoordelijkheid hebben. Maakt niet uit waar is dat. En ik denk dat je zo gaat kunnen werken aan het terugbrengen van het vertrouwen. En eigenlijk zouden politici en politieke partijen hun hoofd moeten buigen voor het volk. Biggie pardon naar samenleving. Dat de politiek wel wat stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het land. Ik noemde, we zien ontwikkelen, bruggen, wegen, straten, huizen, ziekenhuizen, scholen, noem maar op. Maar dat, kom ik weer terug op de balans. Als je de balans opmaakt, denk ik dat de politiek in de afgelopen 47 jaar te veel met en tegenover elkaar bezig is geweest. Zodanig dat we de grootste kansen hebben gemist om het land werkelijk te ontwikkelen. We leven, wonen met 600.000 mensen in het land. Een land die zoveel rijkdommen van God gekregen heeft. Waarvan je eigenlijk zou moeten concluderen dat Agudu de Somini, dat als we de juiste keuzes hadden gemaakt, de juiste investeringen, minder onze vingers hadden gebrand aan zaken die op een bepaald moment niet toedoen, dat Ubeman de Morofaraya. Maar helaas, het is niet gebeurd. Laten we lering daaruit trekken. En proberen om dat vertrouwen te winnen. Zodat we samen als politiek, maar ook met de samenleving en de overige ledingen, vakbeweging en bedrijfsleven direct meegenomen, dat we kunnen gaan naar de volgende 50 jaar. Ik ben niet van plan om, als ik nu 40 ben, 50 jaar te worden, of 60 jaar, of 70, of 80 te worden, en mijn kinderen en onze kindskinderen zien op te groeien in Suriname, dat hetzelfde is zoals we dat hebben gezien de dagen waar we nu voor zijn. Eigenlijk, ga ik u eerlijk zeggen, hebben Surinamers op dit punt van vandaag geen enkele reden om feest te vieren. We zouden thuis moeten zijn. Na moeten denken. Met elkaar moeten praten. Fouwe gomorofara. En zou het doen. Voor zit wie kondre. Dat hebben we moeten doen. We hoeven niet te huilen. We hoeven ook niet af te vragen. Ja, maar hadden we wel onafhankelijk moeten zijn? Ja. Want hadden we kolonie moeten blijven? Dat is de wedervraag. Nee. Maar waarom 47 jaar verder leeft er bij nog vele Surinamers dat gevoel van liever waren we niet onafhankelijk geworden? Ik word helemaal ontmoedigd door de vraag. Hadden we niet gemoeten? Zijn we Surinamers of zijn we Nederlanders? Zijn Surinamers volwaardig? Doe dit op internationaal podium, nou wie is er aan vraag even. Dat is om trots te zijn. Dus
ik weiger, meneer Ganesh, om mee te doen aan die discussie en de vraag, hadden we niet gemoeten, we hebben gemoeten, punt, en het is zover, we zijn onafhankelijk. Want het tegenovergestelde van niet onafhankelijk zijn, is kolonie zijn van een paar bazen die het voor ons komen bepalen. Ik wil dat, wanneer ik op mijn benen sta en kan, dat niemand voor me moet bepalen. En dat is nu ook zo. En ik vind het jammer dat ik tendensen zie van neocolonialisme, komt daar aan Grad Hari, dat de regering op basis van haar beleid veel te veel opening laat, dat anderen het voor ons komen bepalen. Dat IMF het voor ons komt bepalen. Dat lijkt alsof er tendensen zijn dat we worden aangestuurd door een politieke agenda van het Rijke Westen. Ik vind het jammer om dat te constateren. Maar dat aan vast van je voerpolitiek, althans vanuit de ideeën, de visie, de ideologie van de Nationaal Democratische Partij, er ruimte dat nog de Suriname, voor Suriname, door Surinamers. Dat is een belangrijke boodschap. Niemand komt ervoor. We doen het samen. Met iedereen, met IMF, met Holland, met Amerika, met China, met India, met wie dan ook een bijdrage wil leveren. We doen het samen. Maar nog komt bepaald niet. En het is vanuit die geest en die gedachte dat mensen zich vragen van, maar hadden we wel onafhankelijk moeten zijn? Begraaf die vraag. Laten we verder gaan. We zijn nu onafhankelijk. En we gaan het beste van moeten maken. We gaan ons moeten dwingen. Geïnspireerd en begeesterd door ons volkslied. Door de betekenis. Het symbool van onze vlag en ons wapen. Want dat is boven ons allemaal. Dat is boven partijprogramma's. Boven religieuze zeg maar overtuiging. Dat is boven genderovertuiging. Is boven ons allen. Begeester daardoor. Laten we dat meenemen in ons leven. In ons werk. En de opdracht die we hebben. Brimi, als we uit meer vaderlandse liefde opstaan en werken. Gaat het beter op alle scholen. Gaat het beter in alle ziekenhuizen. En waardering voor deze doelgroepen. Gaat het beter met onze veiligheid? Gaat het beter in dit huis van het volk? Waar ik er soms ook van baal. Dat mensen opstaan. Of de sfeer wordt geprikkeld. Moet ik eerlijk zijn. Maakt niet uit van welke kant het kan komen. Om steeds maar die polarisatie en het verwijten. En het maar politiek spelen. Aan de dag te leggen. Terwijl letterlijk en figuurlijk mijn vork heb binnen. We moeten ophouden en werken voor het land.